Wereldwijd wordt op elke derde zondag van de maand juni Vaderdag gevierd. Dat betekent dus aanstaande zondag 19 juni Vaderdag. In dit kader zijn mannelijke medewerkers en of vaders en vaderfiguren werkzaam op de verschillende afdelingen van het kabinet van de president in de bloemetjes gezet. De mannen werden bij deze gelegenheid op vrijdag 17 juni 2022 door president Chandrika Persat Santokhi toegesproken. Het is voor het eerst dat we het gezamenlijk hier doen op het kabinet. Vorig jaar heb ik cadeautjes gestuurd en ik weet nog, ik kreeg een telefoontje met een bedankje voor het eerst. En iemand, hij zit hier, heeft hij aangegeven, hij wilde persoonlijk bedanken omdat in al die jaren van werkzaam zijn bij de overheid, dat er nooit een blijk is gekomen van waardering op Vaderdag of in verband met Vaderdag. En ik dacht bij mezelf, is dat echt zo geweest? Het kan zo zijn dat de mannen die waardering en die aandacht niet hebben gekregen. Maar we zien dat in dit bestel, in dit onder de leiderschap van deze vader, de man ook de waardering krijgt. Het moet gebalanceerd zijn. Vinden jullie dat niet goed? De mannen, jullie mannen. Want zoals hij zegt, hou nog vol. We hebben, net wat Dijkstel gaat aanhalen, we hebben een vader gehad die een grote schuld achtergelaten heeft. Dat is een huge loan. En nu komt er een ander vader om dat recht te trekken. En het vergt heel veel. Maar we zien vandaag de dag wel, het licht is toch waar te nemen. Het licht in de tunnel. En we blijven elkaar ondersteunen. Want het is niet één persoon die resultaten gaat boeken. We gaan het gezamenlijk moeten doen. En voor onze president, vader van het land, ook voor u nogmaals, bedankt voor uw inzet, uw geduld, uw moed. Dat u elke dag toont, dat u elke dag hard tegenaan gaat, dat u elke dag alles inzet. En dat de Almachtige u elke dag die kracht en wijsheid en alles dat daarbij hoort mogen schenken. Elke dag beter te zijn dan de dag daarvoor, want dat is jouw slogan. Be better than the day you were before. Ik mag de zegen van de Almachtige over u uit, opdat u meer kracht, wijsheid, moed en geduld en bovenal gezondheid en liefde mag ontvangen. Een fijne en gezegende Vaderdag. Het is een belangrijke dag voor alle vaders vandaag. Om hier op het paleis aanwezig te zijn. Om Vaderdag te vieren. En we hoorden de heer Dijksteel ook nog zeggen. Om Vaderdag te herdenken. En dat is het ook zo. Dat we moeten vieren. Moeten memoreren. Moeten herdenken. Omdat het uiteindelijk gaat om de vader die een belangrijke rol in jouw leven vervult of heeft vervuld, maar ook dezelfde rol die jij vandaag vervult als vader. En we hebben gemeend als kabinet om dit met u samen hier te vieren en voor velen of enkelen ook te herdenken. Jullie zijn hier om een goede Vaderdag te hebben. Ik wens jullie een gezegende Vaderdag. En u ziet, we hebben niet afgesproken. We bidden elke maandag. Hier, maar ik bid elke dag. Elke dag bid ik. En precies zoals de First Lady daar gezegd heeft. Bidden voor uw ondersteuning. Maar ik bid ook voor jullie. Dat jullie die ondersteuning ook geven. Ik bid ook voor jullie.
dat jullie tot inzicht komen in welke strijd ik zit. Met welke verantwoordelijkheid ik zit. En dat jullie ook die ondersteuning geven. En soms is die tegenstander niet daar, buiten. Maar soms heel dichtbij je. Soms heel dichtbij je. En daar vraag ik jullie. En ik bid voor jullie allemaal. Dat jullie ook die ondersteuning geven. En we hebben niet afgesproken. Maar zij heeft gezegd. Aan haar is gevraagd. Ik weet niet door wie. Dat ze het moet afsluiten. Met een gebed. En dat heeft zij op haar wijze gedaan. Terwijl ik daar zat, kreeg ik een opdracht van mijn schepper om dat te doen, terwijl ze nog niet eens bij haar gebed was. Om dat te doen. Zij van andere mensen gehad, ik kreeg het van mijn schepper. En hoe kan het ook anders toen ik dit bericht kreeg? Op deze Vaderdag. Nee. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Een gezegende Vaderdag.